exposure die elektrisch vliegen vandaag krijgt middels het NNR-toestel wat het rondje Nederland aan het maken is. Het is een heel mooi signaal te geven naar de omgeving enerzijds, maar ook naar Nederland, dat de elektrisch vliegen echt, het is er, het gebeurt. En dat is het begin van de transformatie en de transitie van de luchtvaart. Hangar One is een vliegtuigonderhoudsbedrijf hier op Teuge. E-Flight Academy is eigenlijk 's werelds eerste volledig elektrische vliegschool. DEAC doet onderzoek naar 3 aspecten binnen de duurzame luchtvaart. Namelijk, kan het schoner, goedkoper en kan het stiller? Vlieg van Teuge, we willen een soort locatie worden. Een doellocatie voor de duurzame luchtvaart. Met allerlei bedrijven die bezig zijn in het, populair gezegd, het ecosysteem van de nieuwe luchtvaart. Om met elkaar die transitie in werking te krijgen. Wij onderhouden ruim 60 verschillende types van vliegtuigen. Wij zijn de eerste bedrijf in Nederland die goedgekeurd zijn om onderhoud te doen van de elektrische vliegtuigen. In 2030 moet een groot gedeelte van de vliegopleiding volledig CO2-neutraal gebeuren. Wat e-flight eigenlijk wil, is bewijzen dat het kan. Ja, en dan moet zo snel mogelijk iedereen volgen. Teuge is al heel goed bezig als vliegveld, omdat we zien dat alle krachten hier zo'n beetje samenkomen als het gaat om verduurzaming van de luchtvaart. En daar komt heel veel onderzoek bij kijken. In Nederland is er eigenlijk nog maar weinig over van de vroegere experimentele ruimte naar nieuwe luchtvaart. Maar nu eindelijk gaat er ook weer wat gebeuren. En dat zie je gelijk op allerlei velden. Er is heel veel interesse om een bijdrage te leveren aan duurzame luchtvaart. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoeveel verschil het is tussen een elektrisch vliegtuig en een gewoon vliegtuig voor geluid. Wat veel mensen denken is dat een elektrisch vliegtuig aanzienlijk stiller is. Misschien is het dadelijk wel stiller, maar zou het nog kunnen zijn dat het geluid anders ervaren wordt. En dat komt voornamelijk door de propeller van het vliegtuig. Die heeft een hoog tonaal geluid en vooral die tonen, daar zijn we heel gevoelig voor. Persoonlijk vind ik het heel erg belangrijk dat het meegenomen wordt, omdat duurzaamheid eigenlijk gaat over de impact van iets op de mens en op de planeet. En het gaat dus niet alleen over klimaatrelateerde aspecten, maar ook over het geluid. We zien meer en meer dat je eigenlijk veel meer steden met elkaar gaat connecten. Urban mobility, dus niet via de grote airports, maar via kleinere vliegvelden die je met elkaar gaat verbinden. Al die provincies kan je connected maken met het buitenland. Het probleem van Groningen Airport Eelde en de regio hier is dat het dun bevolkt is. Maar vanwege het feit dat elektrisch vliegen de kostprijs lager is, kunnen we dus met kleinere vliegtuigen vliegen op een rendabele wijze en daarmee de regio beter verbinden met de rest van Europa. Er opent zich eigenlijk een heel nieuwe markt dankzij de economische voordelen van elektrisch vliegen. De kostprijs per stoel van een elektrisch vliegtuig straks is vergelijkbaar met de kostprijs per stoelkilometer van een fossiele brandstof aangedreven vliegtuig van 80, 90 stoelen. Een heel klein stapje zoals vandaag met de Bibistrel die hier landt op Groningen Airport Eelde is heel belangrijk om ook te laten zien wat het kan gaan betekenen voor de toekomst. Heel interessant en geeft weer heel veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe denkbeelden. Heel belangrijk dat luchthavens, maar ook alle partijen in de luchtvaart, inclusief de overheden, samenwerken. Gebruik dan regionale velden die ook ruimte hebben voor innovatie en verduurzaming. Vooral om te experimenteren, maar ook om zaken te ontwikkelen die niet per se in het westen van het land hoeven.